Dag kijkers en luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van TBN Yipide. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Het is zondag 10 oktober, Marondag. En namens het totale team van TBN Yipide wensen wij onze Maron broeders en zusters dan ook een bezinningsvolle Marondag toe. Ik zei het al, het is een gloednieuwe aflevering van TBN Yipide. En zonder de ondersteuning, zonder hulp, zonder donatie van de volgende personen zouden wij dit niet kunnen doen. Onze dank gaat uit naar Julven Groep aan de Quetta, die aantal pakken kippenbout heeft gedoneerd, waarmee wij aantal families blij hebben kunnen maken. Marktmeester Gautam Dhanai die is al geruime tijd samen met Yipide bezig gezinnen blij te maken met verse groenten en fruit. Onze dank aan marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt. Verder gaat onze dank uit naar mevrouw Corine Tonawi van de Quetta. En mevrouw Corine Tonawi die heeft een aantal schoolpakketten gedoneerd. En ze geeft dan ook alle kinderen mee om een frisse start te hebben voor wat het nieuwe schooljaar betreft. Maar Yipide die heeft ook een schoolpakkettenproject uitgevoerd. En daar gaat onze dank uit naar de heer Haroon Karamet uit Suriname. Stichting De Kinderhand van mevrouw S. Starke uit Nederland. Ja, Stichting De Kinderhand, mevrouw S. Starke uit Nederland. En de stichting laat dan ook de volgende personen en bedrijven en of organisaties bedanken. Albert Heijn, Middenhoven in Amstelveen. Albert Heijn, Westwijk, Amstelveen. Vomar Westwijk in Amstelveen. Ton van Genderen, Stoffenzaak in Weeps. Import-exportbedrijf Edgard Blokland. Ja, dus dat wordt dan bedankt. Al deze bedrijven, personen en organisaties die worden van harte bedankt door Stichting De Kinderhand. Maar daarna heeft de stichting ook haar eigen fundraising gedaan om dit allemaal te kunnen doen. Verder gaat onze dank uit naar mevrouw Hilda Pinas uit Nederland en ook naar mevrouw Rosita J. uit Amerika die dan ook heeft gedoneerd. En met al deze donaties heeft TBN Yipide dan haar schoolpakkettenproject kunnen uitvoeren. Onze dank is heel erg groot, want ouders, verzorgers, die weten het, die de afgelopen periode zelf winkel in en winkel uit zijn gegaan. Hoe duur de schoolspullen zijn en met de donaties die wij hebben gehad, hebben wij van TBN Yipide dan onze schoolpakkettenproject kunnen uitvoeren en daarvoor onze dank. Verder onze dank aan alle andere donateurs die op welke wijze dan hun bijdrage hebben geleverd. Of dat nou is financieel, uw enveloppes met inhoud, uw enveloppes met financiën en op welke wijze dan ook. Onze dank is heel erg groot. Heel veel kijkplezier. Ook familie Meghu gedenken wij met een van of met de donaties die we gehad hebben uit de gemeenschap. We beginnen met de pak kippenbout van Julven Groep. Dank aan Julven Groep dat zij wederom kippenbout hebben gedoneerd, wat wij dan kunnen geven aan een aantal gezinnen. Verder, verse groenten en fruit, dat komt van marktmeester Gautam Dhanai en standhouders van de Centrale Markt. Ja, verse groenten en fruit komt van hem. Mevrouw Rashida uit Rotterdam, Nederland. Zij heeft een zak rijst gestuurd van 10 kilo. En een enveloppe, meneer Meghu, met 500 SRD, alstublieft. U krijgt verder, of uw zoon, uw schoolgaande zoon, die krijgt er namens de heer Haroon Karamet en Stichting Kinderhand uit Nederland van mevrouw S. Starke.
Ja, de heer Haroon Karamat. Stichting en Stichting Kinderhand van mevrouw S. Starke uit Nederland. Tas, kafpapier en heel wat schoolspullen. En namens deze donateurs wensen wij uw zoon dan ook een voortzetting van een goede voortzetting van een nieuwe schooljaar. Verder krijgt u van de familie Somaru uit Leiden, Nederland. Ja, de familie Somaru uit Leiden, Nederland. 400 SRD, alstublieft. En bedrijf GT Wireless. Ja, bedrijf GT Wireless. Carl's Straight Pad, Dix Hills, New York. Dat staat hierop. Ja, Carl's Straight Pad, Dix Hills, New York. De directeur is Neil Ganesh, Kamala Jadram en Priya Kedu. Neil Ganesh, Kamala Jadram en Priya Kedu. Zij doneren 200 SRD, maar dit is speciaal, zeggen ze, dat de kinderen die het schooljaar starten, dat ze hiermee broodbeleg kopen. Ja, alstublieft. Ja, aantal donateurs. Meneer Megu, wilde u ze wat zeggen? Wilde u ze bedanken? Ja, ik bedank alle donateurs vanuit Nederland en van Suriname. En God gaat hun wel zegenen met wat zij, alles wat zij doneren, gaan ze twee of drie maal van dat krijgen. Alle donateurs. Ja. En ik zie dat u in veel pijn bent. Jawel. Ik doe moeite, meneer Ganesh, ik zeg u eerlijk. Kijk, als ik in deze dure tijd, hoe dan ook, ik probeer een beetje te werken en dergelijke, maar ja, het lukt wel en het lukt ook niet. Ik ben bezig een dingen te maken. Ik ga het proberen. Dus het is niet dat ik het. Want ik heb eerder al gedaan, dus ik ga het wel proberen. Maar als het lukt, dan is het beter voor ons ook. Ja. Nee, sowieso. U hebt kinderen, meneer Megu. En als vader weet ik sowieso dat u ook uw bijdrage wil blijven leveren. Bij de zorg van uw echtgenoten en uw kinderen. Maar daarom zijn we u dankbaar dat u ondanks uw ziekte, dat u toch u niet blijft zitten en zit te wachten. Maar dat u toch u blijft doorzetten. Uw vrouw zei aan mij, uw echtgenote zei aan mij, dat een familie ook wat heeft gedoneerd aan jullie. En jullie wilden hun ook bedanken. Ja, dus een gezin zelf heeft een ons belang daar op de hoek van Welgedacht en Patvanica. Dat is een klein ons belang. Dus die gezin zelf helpt. Hij heeft gezegd dat ik elke week groenten bij hem kan gaan afhalen. Maar weet u, meneer Ganesh, je moet ook zelf nagaan en denken ook dat hij koopt en verkoopt ook. Hè. Dus elke week, ik zelf persoonlijk, denk ik. Het voelt zich niet zo lekker om elke week te gaan. Nee, maar goed. We zijn de mensen ook dankbaar. Ja, ze willen u helpen. Ja, dus u mag ze dankbaar zijn. Want in deze tijd gebeurt dat allemaal nog heel weinig. Daarom zijn we altijd onze donateurs. Die ondanks COVID-19 en ondanks de dure tijd waarin we leven. Dat ze dit nog allemaal willen doen. Dank u wel. Beterschap. En tot de volgende keer. Ja, meneer Ganesh. U ook. Mevrouw Anita, goedendag. Ja, een beetje warm vandaag. Ja. Mevrouw Anita, u krijgt een pak kippenbout van Julven Groep. Dat is een bedrijf aan de Quatta. Zij hebben voor u en uw gezin een pak kippenbout gestuurd. U krijgt verder verse groenten en fruit van marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt. En enkele standhouders die weten dat we allemaal gezond moeten eten, veel vitamintjes binnen moeten krijgen. Vandaar dat u verse groenten en fruit krijgt. En van mevrouw Rashida uit Rotterdam, Nederland, krijgt u een zak rijst van 10 kilo. En van dezelfde mevrouw Rashida uit Rotterdam, Nederland, 500 SRD. Alsjeblieft. U krijgt van een anonieme donateur uit Diemen, Nederland. Ja, een anonieme donateur uit Diemen, Nederland. 400 SAD, alstublieft. En bedrijf GT Wireless. Calls Straight Path, Dix Hills, New York, Amerika.
De directeur is meneer Neil Ganees, Kamala Jadram en Priya Khedu. Die sturen 200 SRD en dit is speciaal om broodbeleg te kopen voor uw zoon die naar school gaat vanaf aankomende maandag. En voor uw zoon hebben wij dan namens de donateurs meneer Haroon Karamat. Ja, meneer Haroon Karamat, Stichting De Kinderhand van mevrouw S. Starke en van mevrouw Rosita uit Amerika. Die hebben ervoor gezorgd dat uw zoon een mooie schooltas krijgt, kafpapier krijgt, maar heel veel schoolspullen, zodat hij het schooljaar heel goed kan starten. Bij jou beginnende jongeman, wat wil je zeggen aan de donateurs? Heel hartelijk bedankt zeggen en ik zal het ook op school heel, heel nuttig gebruiken. En mevrouw Anita, wat zegt u aan deze donateurs? Die enveloppen, die mensen die hebben voor me gestuurd, Rosita uit Rotterdam. En die is anoniem. Ja, ook uit die man Nederland, ja. Ja, die man uit Nederland. En bedrijf GT Wireless. Wireless, ja. Wireless. Uit Amerika. Ja. Ik zeg ze heel, heel, heel bedankt. En God zegen en veel rijkdom aan hun. Dat ze aan ons denken. Dat en wie heeft die? Ja, meneer Danai en ook nog Julfen Groep. Meneer Danai en Julfen Groep. En die... Ja, mevrouw Rashida heeft wie enveloppen voor die gestuurd, die heeft ook reis voor die gestuurd. Ja. Ja, mevrouw Rashida voor die envelop en voor die reis heel, heel, heel bedankt. En God zegen. Alle wensen wat jullie hebben, gaat God alle wensen van hun dingen vervullen. Ja. En die groente, is die groentemarkt? Ja, nee, geen groentemarkt. Marktmeester van de centrale markt, meneer Danai. Meneer Danai van de centrale markt, zeg ik ook heel, heel bedankt. En ik ga die groente heel gebruiken. Goed gebruiken, want het, in deze tijd hebben we wel nodig. Rijst, boot. En groenten hebben we veel nodig, meneer Kennis. Ja. En ik bedank aan u ook. En raad ook dat jullie zo ver komen en ons helpen. Ja, nee, graag gedaan. Zolang de donateurs blijven doneren en naar jullie vragen, dan moeten we ons werk blijven doen. Eén ding vragen we je al in jouw karanta? Nee, Verdien. Eén ding vragen de donateurs alleen aan jou, is dat je heel, dat je, je best blijft doen, ja? Je bent naar de eerste klas Milo gegaan, tweede klas Milo gegaan, dus dat betekent dat je nu veel meer les zal krijgen, maar ze vragen alleen aan jou dat je je best blijft doen, ja? Oké. Meneer Sarju, we beginnen met de donatie van Julfen Groep. Dat is een pak kippenboot voor u en uw gezin. Mevrouw Rashida uit Rotterdam, Nederland, stuurt de reis en een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. Meneer Gautam Danai, die stuurt verse groenten en fruit voor u. Ja, dit is voor u en uw gezin, omdat hij begrijpt dat vitamine, dat allemaal belangrijk is. Dit is een schooltas met behoorlijk veel schoolspullen voor uw dochter, die naar welke klas is gegaan? Tweede klas mee ingegaan. Ja? Ik wil iedereen bedanken. Okay. En uw zoon, die naar een hogere klas is gegaan, Milo, die krijgt ook behoorlijk veel schoolspullen van ons, met alles wat hij nodig heeft, passerset en noem maar op. En de donateurs, dat zijn dan de heer Haroon Karamat, en uit Suriname, meneer Haroon Karamat en mevrouw S. Starke uit Nederland. Die heeft een stichting De Kinderhand. En zij heeft dan spullen voor jullie gestuurd, waaronder jullie ook dan tassen krijgen met spullen, kafpapier en ja, een heleboel dingen voor school. Wilde je wat zeggen aan de donateurs voor jullie schoolspullen? Heel hartelijk dank. Oké. En meneer Anand van bedrijf GT Wireless calls Straight Path, Dix Hills, New York, Amerika. De directeur is meneer Neil Ganees. Kamala Jadram en Priya Khedu, die hebben 200 SAD gestuurd. Maar dit is speciaal, zeggen ze, om broodbeleg te kopen wanneer de kinderen straks met school beginnen. Alsjeblieft.
En van een anonieme donateur uit Diemen, Nederland. Ja, een anonieme donateur uit Diemen, Nederland. 400 SRD. Alsjeblieft. Wilt u wat zeggen aan de donateurs, meneer Anand? Ja. Om bahut bahut dhanbaad bolila. Je je sab chij jwan pathai se mane dhanai ke. Or is sab jen envelope pathai se. Is samay pe bahut kaho bahut kaam dewe he. School ke chij bhi larkan ke taraf se ham bhi dankje wel bolila. On ego taas isai mane long na kin pa. Per mitter na kar pa vega. Or for all ap ham isse hoi ga lib diali sir gaya hart pashan bati. Bahut mui lag ba. Maar अब जो दोनातेर देई सहीगा उस सब के भगवान सदा बंधार भर रहे और इसने हरदम गरीब दुखियन के देखे लड़कन के मदद करे और अब लड़कन भी पढ़े मांगे तब चाहे कोशिश करे के या Meneer Anand laat de donateurs van harte bedanken. Hij is vooral heel erg dankbaar voor alles, maar ook in het bijzonder voor de schoolspullen. Hij weet hoe belangrijk het is. Zijn kinderen willen studeren. Maar als vader die nu ziek is, zegt hij, kan hij niet werken. Vandaar dat hij de donateurs dan heel erg dankbaar is dat zij dit allemaal hebben gedoneerd. Eén ding vragen ze alleen, Karen. En wat is jouw naam, schatje? Muskan. Ja, Muskan en Karen, twee mooie namen. Eén ding vragen de donateurs van jullie spullen alleen. Dat jullie heel hard jullie best doen. En dat jullie beloven dat jullie weer allemaal over zullen gaan. Ja, gaan we dat afspreken? Aan u ook, meneer Anand, beterschap. Ja, tot de volgende keer. Ja. Ja, hij gaat ook naar de computerles nu. Okay. Ja, ik laat die IBC-raam hier opvolgen. Oh, ja, ja. Goed, ja. Dat zeg ik hem. Waar nu, als je gaat werken, als je groot in de maatschappij gaat werken, vragen ze naar dit. Mm-hmm. Dus dat ben ik van plan. Laat hij goed dingen leren. Maar nu moet hij een laptop hebben. Mm-hmm. Maar ik doe moeite, maar ik probeer wat ik kan doen. Ja, nee, laten we hopen. Ja, laten we het allerbeste hopen. Misschien heeft iemand het gehoord en gezegd van we willen Karen helpen aan een laptop. Nou, neemt u dan contact op met Stichting Jepide. Maar voor de rest bedank ik dan de familie van harte. Mevrouw Sine, moeder van twee schoolgaande kinderen. U krijgt van mevrouw Rashida uit Rotterdam, Nederland. Mevrouw Rashida uit Rotterdam, Nederland. Een zakreis van 10 kilo en 500 SRD van deze mevrouw. U krijgt, omdat de school begint, krijgt u van GT Wireless. Het is gevestigd in New York, Amerika. De directeur is meneer Neil Ganesh. Kamla Jadram en Priya Khedu, dit is 200 SRD. Dit is speciaal om broodbeleg te kopen voor de kinderen. Ja? En een donatie in verband met de 77ste verjaardag van een mevrouw. Het is op 30 september jarig geweest. Deze mevrouw is van de verlengde Bergenshoopweg. En van deze mevrouw krijgt hij 250 SRD. U krijgt van Julfen Group een pak kippenbout. Ja, Julfen Group een pak kippenbout. Als je even opschrijft, jongeman. Ja. En u krijgt verse groenten en fruit van marktmeester Gautam Dhanai. Hij geeft aan imyam, imapvitamin, imstevig. Ja, en uw kinderen, u hebt twee schoolgaande kinderen. Uw dochter en uw zoon, jullie krijgen dan van de heer Haroon Karamat uit Suriname. Verder mevrouw S. Starke uit Nederland. Deze mevrouw heeft een stichting, Stichting de Kinderhand, van haar. En krijgen jullie dan tas met inhoud, heel veel schoolspullen hierin, ook daarin, kafpapier en ook nog een broodtrommel voor uw dochter, omdat ze naar de tweede klas gaat. Wilt u wat zeggen aan alle donateurs? Ik wil ze allemaal dankbaar zeggen en zo. Allemaal, dank u wel. En wat zeg jij? Dank je wel. Eén ding moet je ons beloven. Je moet heel hard je best doen, hoor. Ja? Ja? Oké. Okay. Mevrouw Ramdas, ja. U krijgt van mevrouw Rashida uit Rotterdam, Nederland, een zak rijst van 10 kilo. Ja, mevrouw Rashida uit Rotterdam, Nederland. U krijgt van haar rijst en 500 SRD, alstublieft. U krijgt van een anonieme mevrouw uit Den Haag, Nederland.
Ja, een anonieme mevrouw uit Den Haag, Nederland. Ze is 83 jaar oud. Van haar krijgt u 400 SRD, alstublieft. Ja. En u krijgt van meneer Neil Ganesh, Kamala Jadram en Priya Khedu 200 SRD. Zij hebben een bedrijf, GT Wireless, in New York, Amerika. En ze hebben gezegd, dit moet gebruikt worden om broodbeleg te kopen, omdat de kinderen naar school gaan. Al uw vier kinderen zijn schoolgaande kinderen. Ze hebben allemaal goed gevulde tassen met schoolspullen gehad. En de spullen komen van meneer Haroun Karamat uit Suriname. Mevrouw S. Starke uit Nederland. Ze heeft een stichting, Stichting de Kinderhand. Zij heeft dan ook een grote bijdrage geleverd. Dat jullie allemaal vandaag heel wat schoolspullen hebben gehad. En ook nog mevrouw Rosita heeft ervoor bijgedragen. Dat jullie vandaag dit allemaal hebben kunnen krijgen. Van Julfan Groep een pak kippenboot. En van meneer Gautam Dhanai verse groenten en fruit. Ja, dat is dan voor gezin Ramdas. Wat zegt u als moeder? John, bhai-behin Hollandse is een repathijl. Pakket, schoolpakket. Or Hollandse chaur. Or is een groente. भाई बहन जो ना पठाइले बहुत धन्यवाद हम इतना सोच में डूब गए रही कि कैसे लड़कन के स्कूल के चीज किनाए मार हम खलोफ करते भाई गणेश पठाई उलाई सीकर वांट वेल हम स्कूल कपड़ा किन ली है मार आंद्रस पेल अब बिना किनान है या मार जी बेन ब्ले दैट यू स्कूल पेल हैव गॉट या एक बेन एच ब्ले एच ब्ले एच ब्ले भाई दैट दिस स्कूल पेल हैव ऑल किंडर ने zijn kinderen ook meer blij. Alleen kan je pyjama bachel kiezen, dat je zo'n pijsa milen hebt, dan moet je kiezen. Helemaal. Ja, ja. En ik ben erg blij met jullie, dankbaar dat jullie heeft ook gesteund. Ja. En aan de kinderen, de mensen die gedoneerd hebben, vraagt maar één ding van jullie. En dat is dat jullie je best gaan doen op school. Ja? Dan mogen jullie de mensen zelf bedanken. Wat zeg jij? Dank u, meneer, dat ik heb u gestuurd. Dank je wel, meneer die u gestuurd. Namens ik en mijn broertjes en zusjes bedanken wij alle donateurs voor zo'n goed gevulde tas en we zegenen jullie. Dank je wel dat je hebt gestuurd deze dingen. Okay. Dus jullie gaan jullie best doen, hè? Ja, ja, is goed. Dank je wel, mevrouw Ramdas. U ook, bedankt. Okay. En voor straks, prettige school. Ja? Sandra, u krijgt een pak kippenboot van Julfan Groep. Dat is een bedrijf aan de Quatta. Ja, Julfan Groep, een pak kippenboot. Van marktmeester Gautam Dhanai, verse groenten en fruit. Van meneer Haroun Karamat uit Suriname. En mevrouw S. Starke uit Nederland. Mevrouw Starke die heeft een stichting, Stichting de Kinderhand. En u krijgt van haar en meneer Karamat, dus schoolspullen, schooltas en ook nog kafpapier. Mevrouw Giraud, die heeft een kleindochter voor wie zij zorgt. En ja, dat is voor haar. Meneer Lakshmi Rambali is bezig met heel wat sewa-werk, ook in Suriname. En meneer Lakshmi Rambali, die woont in Den Haag, Nederland. 1000 SRD, alstublieft. En bedrijf GT Wireless uit New York, Amerika, van de heer Neil Ganesh, Kamala Jadram en Priya Khedu, 200 SRD. En dit is bestemd om broodbeleg te kopen voor uw kleindochter die naar school gaat, alstublieft. Ja, wilt u wat zeggen aan de donateurs? Jij hebt mijn hele pakket, schooltas, je hartelijk bedankt, meneer. We zijn ook thuis bij de familie Ramkelauwen. En de familie Ramkelauwen die krijgt er dan een pak kippenboot van Julfan Groep uit Quatta. En verse groenten en fruit van marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt. Verder voor de zoon van meneer Ramkelauwen en mevrouw Ramkelauwen hebben we dan een goed gevulde schooltas, schoolspullen en ook nog kafpapier. Met dank aan Haroun Karamat uit Suriname.
Stichting Kinderhand, ook haar voorzitter, mevrouw S. Starke uit Nederland. En de Stichting Kinderhand, die laat op haar beurt Albert Heijn Middenhoven in Amstelveen bedanken. Albert Heijn Westwijk Amstelveen. Vomar Westwijk in Amstelveen. De heer Ton van Genderen, stoffenzaak in Weeps. En import-exportbedrijf Edgard Blokland. Want met hun donatie en ook nog de fundraising van Stichting Kinderhand hebben zij dan schoolspullen kunnen sturen. En sowieso niet te vergeten, mevrouw S. Starke. Verder, mevrouw Hilda Pinas uit Nederland, die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. En ook nog mevrouw Rosita uit Amerika. Deze mensen hebben mogelijk gemaakt dat wij het Surinaams kind, die dat heel hard nodig hebben, kunnen voorzien van een goed gevulde tas en andere spullen voor de school. Verder krijgt het gezin Ramkelawen van een moeder en zoon, Ikma Arbita, ter ere van man en vader. Hij is overleden op 2 juli 2021, 13 november, kehoi 65 jaar. Arima en Beta, op het huis, ik envelop met 500 SRD, alstublieft. Dank u. Ipet Heil, ik mevrouw, 77 jaar. Mevrouw heeft verlengde Bergenshoopweg. Ja, ze is 77 jaar op 30 september geworden. Verlengde Bergenshoopweg, 250 SRD. Haar e-bedrijf, John, e-bedrijf he Amerikame, GT Wireless, New York, Amerika. Ook het directeur, heer Neil Ganesh, Kamla Jadram en Priya Khedu. En men heeft 200 SRD, meneer Ramkelawen, mevrouw Ramkelawen. Abole i paisase, broodbeleg kinlio, jen school suruhoi. Ja, dit is speciaal om dan broodbeleg te kopen voor de kind, voor uw schoolgaande zoon. Kusmate bole, meneer Ramkelawen, sab donateur jen terkari, kippenbouw, schooltas des. U sab kebouw, dan baad deela, samle, kaisi of sab kunji hem bole, ja. अब सबके बहुत धन्यवाद जन के पवतवा दी से या सब जन सबके बहुत बहुत धन्यवाद मार मिस्टर वो सबके बहुत बहुत धन्यवाद और जो इसलिए फोन दी से अमेरिका सबके बहुत बहुत धन्यवाद सबके भी बहुत धन्यवाद है या काहे कहते इसे हम बोली अब ना हम काम ना कर सकिला तो अब तो गुड़वा कर दिया है या तो यही पैसा मिला तब चीज उच की नीला और एगो लांटी देवे है या 700 रुपया पैसा तो का करिए हम कुछ ना किन पे जो बात बोले के तो सही बात बोली हम कहाँ जो झूठ बोली है वहाँ और जैसे गुड़वाना है क्या तो काम तू ना कर सके एगो गोल लगवावे के वो सब जाने कितना बोले ऐसा 3000 एरो मांगे हैं बोले गुड़वा जब लग जाए हमार तो हम ना चल पावे 100 माँ 50% हम चल लेवे जहाँ 50% चल लेवे तो अपन काम हम कर सकेला तो Bij meneer Ramkelawen, dus sowieso dank, maar verder vertelt hij dus vanwege zijn situatie, bij de benen geamputeerd, is hij dus niet in staat om te werken. Hij krijgt een uitkering vanuit de overheid, maar u weet het, in deze dure tijd is dat allemaal niet voldoende om een gezin draaiende te houden. Het is in feite vrouw des huizes, mevrouw Ramkelawen die werkt, maar u ziet haar situatie nu. Ze heeft een armfractuur opgelopen, dus ze zei, kam nakker pawe, mevrouw Ramkelawen. Ken nadien zeg haar wat het? Tap kampen na jij pawe. Zij werkt bij FAI, Bakova bedrijf, en ze zit in de productie, dus dat betekent, ab kun je keren dhove, verpakkeren. Ze is uitgegleden toen zij op weg was naar het werk. Ze heeft een armfractuur opgelopen en ik zei het al, ze spuit. Gramaxone, dawai. Ja, dus in feite medicamenten voor FAI, Bakova bedrijf, voor de aanplant. En op weg naar het werk is ze uitgegleden en gevallen. En nu zit ze thuis. Maar kun je paisa pawe, John Gerbate, die pas op kam kerte paisa paye? Dagloon wa mili wel. Ja, ik wil dagloon wa mili. Ja, dus ze zal er dagloon wel krijgen. Maar voor de rest kan ze even niet meer aan het werk vanwege haar situatie. Maar goed. Het is geen onbekende gezin. We zijn hier onbekend gezin. We zijn er hier vaker dankzij de donateurs. En we wensen mevrouw Ramkelawen beterschap toe. En haar zoon, die op dit moment niet thuis is, het allerbeste voor het nieuwe schooljaar. Bodhan Batapke, ja?
Dit is mevrouw Sadhana, moeder van 7 kinderen. En mevrouw Sadhana krijgt er van Julfen Groep alvast een pak kippenboot. Ja, dat krijgt ze namens Julfen Groep. Verder krijgt ze van marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt verse groenten en fruit. Want de marktmeester die begrijpt het hoe belangrijk het is om de vitamintjes binnen te krijgen. Vandaar de donatie van groenten en fruit aan gezinnen. En ik zei het al, mevrouw Sadhana is moeder van 7 kinderen. En we zijn toch verschillende organisaties dankbaar dat ook zij in deze periode andere kinderen gedenken. Dus de kleintjes hier, die van de, tussen de eerste en de zesde klas zitten, die hebben van een andere organisatie schoolspullen gehad. Maar de 2 andere kinderen die naar de hogere klasse gaan, 2 van haar kinderen gaan naar Mulo, die hebben dan geen schooltassen en schoolspullen gehad. En dat doen wij dan allemaal heel graag namens de heer Haroon Karamat uit Suriname, hoe mogelijk Kereba, dat ik deze schooltassen met kafpapier aan u en die kinderen kan geven. Maar verder ook nog mevrouw S. Starke uit Nederland. Deze mevrouw is voorzitter van Ego Stichtingke en dat is dan Stichting De Kinderhand. Verder mevrouw Rosita uit Amerika en verder ook nog mevrouw Hilda Pinas. Al deze mensen hebben het mogelijk gemaakt dat door hun bijdrage we vandaag kinderen kunnen helpen aan een schooltas en schoolspullen. Verder, mevrouw Sadhana, bedrijf GT Wireless, New York, Amerika, Meba is ze. Ik heb directeur, meneer Neil Ganesh. Mevrouw Kamala Jadram en Priya Khedu en Ijon Paisa, het geld dat ze aan u geven, omdat u 7 kinderen hebt, krijgt u 2 enveloppes van hun. Dus in eerste enveloppe zit er 200, speciaal om broodbeleg te kopen, omdat de kinderen tenminste een goed belegde brood naar school kunnen brengen. En u krijgt namens GT Wireless van New York, Amerika, dus namens de directeur Neil Ganesh, Kamala Jadram en Priya Khedu nog een envelop van 200. Want ik zei het al, u heeft er 7 kinderen. Dus u moet toch wel wat broodbeleg op tafel kunnen zetten voor de kinderen. En van meneer Lakshmi Rambali, die heel wat sewa-werk doet uit Den Haag, Nederland. 1000 SAD, alstublieft. Donateurske kusmate bolle, mevrouw Sadhana. Ja, ham sab donateurske hartelijk dank karela. Or Nauraten ba is het Nauraten kini toch kuch pathai se toch hamke yaad kari se. Or kyan hamar khati envelopon pathai sabke hartelijk bedank. U sabke bhagwan taake, u sabke baal bachan ke sabke sadaha sukh rahe. Ja. En mevrouw Sadhana, die laat alle donateurs van harte bedanken. Ze geeft aan dat we nu zijn in de periode van Nowraten, de 9 heilige dagen volgens Hindoe kalender. En dat de zegeningen van de Almachtige mag rusten op al deze donateurs. En aan de kinderen, deze 2 flinke kinderen, wil ik alleen zeggen, school gaat weer beginnen. Ja, jullie moeten heel hard je best doen, ja? Ja, meneer Ganesh. Ja, meneer Ganesh. Oké, dank u wel. Ja. Mevrouw Mainawati Sitaram, u krijgt een pak kippenboot van meneer Julfen Groep, ja, van het bedrijf Julfen Groep aan de Quattaweg. U krijgt van hun een pak kippenboot. Van marktmeester Gautam Dhanai krijgt u een tas met verse groenten en fruit. U krijgt verder, of uw kleinzoon, die krijgt namens een aantal donateurs, en dat is dan ten eerste meneer Haroon Karamat uit Suriname. Verder nog mevrouw S. Starke uit Nederland. Ja, mevrouw S. Starke uit Nederland. Zij heeft een stichting, Stichting De Kinderhand. En verder ook nog mevrouw Hilda Pinas uit Nederland. Mevrouw Rosita uit Amerika. Deze mensen hebben het allemaal mogelijk gemaakt dat wij aan het Surinaams kind allemaal ook een schooltas en andere zaken kunnen geven. U krijgt van GT Wireless, het is een bedrijf gevestigd in New York, Amerika, van de heer Neil Ganesh, Kamala Jadram en Priya Khedu. U krijgt 200 SRD en dit is speciaal om broodbeleg te kopen, zodat uw kleinzoon, ja, maandag dan, ja. En u krijgt van meneer Lakshmi Rambali voor zijn sewa-werk, Den Haag, Nederland.
Meneer Lakshmi Rambali uit Den Haag, Nederland, 1000 SAD, alstublieft. Kusma Tebole, wil u wat zeggen, donateurs? Sapkoike, boet en baat bolila. In Amerika kan men hier 1000 SAD partij zijn. 200. Oh, Iala, acha, sorry. Iala, John Partijse, Paisua. Amar betua gram chinkati na ko karam brood bala kinde ve aur paisa dar brood ke school ul jai ke acha ye ala ke bole bahut dhanbad amar gram chinket na help kari se aur ye ala jon dei se paisua ye ala bhi hum sab ke bahut bahut dhanbad bole la mane tam bahut bemar rahi li me khareep mare raha kin corona to na corona na ramner kali muri pirat raha tani se khokhi raha oise kuch na raha acha ho gaya ha tani moi bai bhaili dawai wai kine rahili ta hum bai bhaili ha arjun u goshan manai pathai se o gem bhi bola bahut bahut dhanbad hai aur u don tarkariya jun manai ya dei se mane dhanai o mane dhanai ke bhi bahut dhanbad bolila ke mutna kurun ta de dei se are banai khap to aur khoson hab karakti hai Ik weet dat je een beetje schaamt, maar je hoeft je voor niets te schamen, hoor jongeman. Alleen moet je mij één ding beloven. De mensen die de spullen voor jou hier verstuurd, heeft alleen gezegd dat je heel hard je best moet doen op school. Ja? Ja? Oké. Over hoor, meneer Dennis. U jab se school ja hai ekko baris blai fana se tabel okar rapport dekha me hai hua de dekha li nahi ka tin nahi ka tin goed oké ha mooi par hai gai maar daarom heeft hij een schooltas en schoolspullen gehad to alleen schaamt hij zich een beetje maar oké dat is niet zo erg nummer ke 11 jaar ke bhaile welke klas is hij gegaan vierde klas ha mooi par hai okar dekh rapport hai ga okar hame hua pe to kar rapport dekhi dekha de pe jala hota dekhi hum dekha le sach to hum jhoot boli la rapport dekhe dekhi aise sab bhi dekhi ya and I snuck it up on best and so mut is and so mut is some best play for dunya sare media lo mane lam ka mar baat sune sab ko dekhe hum jhoot na boli la par ladkan khatin kabhi huma gram chin ego kali hame ba hame hai ego dui go कुछ अपन अपार्थ रहे और आदमी पीले दारू बहुत वेरे दे करे हम सबके हम ना मंगेला हाँ ये स्कूल एक अपन खास सीन यंग मैन ये मुझे बेस्ट ब्लेव फ़ूड या मफ़्राउ माइनावती या पिंसे भेट हो या het gezin Karamat krijgt er dan de nodige schoolpakketten. 5 dochters, waarvan 4 schoolgaand, van lagere school naar Mulo. En we zijn de donateurs, in deze de heer Haroon Karamat uit Suriname, heel erg dankbaar. Maar ook mevrouw S. Starke uit Nederland. Deze mevrouw heeft een stichting, Stichting de Kinderhand. Ook mevrouw Rosita uit Amerika. En verder ook nog mevrouw Hilda Pinas. Zij heeft mogelijk gemaakt dat wij jullie goed gevulde tassen met schoolbenodigdheden kunnen geven. En ook nog kafpapier, mooie schooltassen, ook nog broodtrommel voor de kleine. En verder krijgen jullie van Jules van Groep een pak kippenboot. En van marktmeester Gautam Dhanai ook nog een zak met een tas met verse groenten en fruit. Er is een bedrijf in Amerika, GT Wireless. Het is in New York, Amerika. En de directeur is meneer Neil Ganesh, Kamala Jadram en Priya Kedu. In een enveloppe zit er 200 SRD. Jullie krijgen 2 enveloppes van mij, omdat jullie met 4 kinderen zijn. Dus er moet een aantal broodbeleg gekocht worden, zodat jullie dan ook een lekkere boterham, jij bent de oudste, zodat jullie dan ook een lekkere boterham kunnen meenemen. Ik zei het al, van GT Wireless krijgen jullie uit New York, van de heer Neil Ganesh, Kamala Jadram en Priya Kedu, dus 2 enveloppes, zodat mama en mama voor jullie voldoende broodbeleg kan kopen. Van een moeder en zoon, zij doneren ter ere van man en vader. Hij is op 2 juli 2021 overleden en op 13 november wordt hij 65 jaar. Dat is een enveloppe met 500 SAD, alstublieft.
En van een mevrouw, zij is 77 jaar geworden op 30 september. En deze mevrouw is van de verlengde Bergenshoopweg. 77 jaar, 30 september 2021, verlengde Bergenshoopweg, 250 SRD. De donateur die de tassen heeft gedoneerd, die vraagt alleen maar één ding aan jullie. En dat is dat jullie heel hard jullie best doen wanneer we volgend jaar weer hier zijn. Dat we wanneer de rapporten zien, dat we horen dat jullie allemaal zijn doorgestroomd. Want nu ga je niet meer over, nu stroom je door. Maar dat betekent dat jullie ook mooie cijfers moeten hebben. En we willen graag dat jullie mooie cijfers blijven krijgen. Jij bent de oudste, jij mag allemaal bedanken. Meneer, ik wil iedereen hartelijk bedanken. Ja, goed zo. Wat zeg jij, kleine? Ik wil iedereen bedanken. Ik wil iedereen bedanken. Dank je wel voor alles. John Kippenbout, op het huis Julfen Groep, Groente en Fruit, marktmeester Gautam Dhanai, Arjun E. schoolpakket, ter kleindochter Katien, die naar de Mulo gaat. Dat is dan van een aantal donateurs afkomstig, waaronder meneer Haroon Karamat, mevrouw S. Starke, voorzitter van Stichting de Kinderhand uit Nederland, mevrouw Hilda Pinas uit Nederland, mevrouw Rosita uit Amerika. Dankzij al deze donateurs kunnen wij dan een aantal kinderen blij maken, schoolgaande kinderen blij maken met een schoolpakket. En mevrouw Mahadé heeft er ook nog een kleindochtertje die naar de kleuter B gaat. En van ons krijgt ze, of van de Stichting Kinderhand, krijgt ze dan ook een broodtrommel. GT Wireless, New York, Amerika, directeur Neil Ganesh. Kamla Jadram, Priya Khedu, Pathuis 200 SAD. Dit is om broodbeleg te kopen voor de kinderen. En verder uit Den Haag, Nederland, voor het CEWA-werk, meneer Lakshmi Rambali. Ja, Den Haag, Nederland, 1000 SAD. Mevrouw Mahadi, donateurs, Kusma Tebole. Ja, sabke dhanbaad, bood, bood dhanbaad, hega markanti sa bol diya, jetana sab steun kari sa malarkan ke, or sabke bood, bood dhanbaad, hum dhanjar se dhanbaad dila, ki hum ketna steun kari se, bhagwan usabke aur dewe, aur sabke isi steun kari, sab garib dukhya ke isi steun kari, sab bachan ke steun kari, sab koi padhe moi se, sabke bood, sabke baal bachan, sab koi bahut moi se sukhi se rahega, sabke bood, bood dhanbaad hai, aap log ke bhi itna steun, itna आवे है तो लोग हम लोग सोच खोज खोज के देवेगा सबके बहुत बहुत धन्यवाद बोलियो सबके हृदय से धन्यवाद हम दे रहा सबके मेफ्रॉ कार्मेलिता यू हैव एन ज़ोन डी नाम द मिलो गाट दस यू क्रेग्ट फ्रॉम मेफ्रॉ कोरिना टोनावी फ्रॉम क्वाटा या मेफ्रॉ कोरिना टोनावी फ्रॉम क्वाटा krijgt uw zoon een schoolpakket met inhoud. Dat ziet u daar, dat is dan de grijze Adidas tas, krijgt hij van mevrouw Corina Tonawi. En het enige wat mevrouw, oh ja, en ook nog kafpapier van ons, die afkomstig is namens enkele donateurs. En het enige dat mevrouw Tonawi vraagt, is dat uw zoon zijn best blijft doen op school. Ja. U krijgt van een moeder en zoon. Zij doneren ter ere van man en vader. Hij gaat op 13 november indien in leven. Zou hij 65 jaar worden. En van deze moeder en zoon krijgt u een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. Van meneer Dines Isri. Afgestudeerd op 27 september 2021 op PTC. En mevrouw Priya Isri Basdeel, die is op 6 oktober jarig geweest, is 30 jaar geworden. Meneer Dines Isri, afgestudeerd op 27 september 2021 op PTC. En mevrouw Priya Isri Basdeel, jarig op 6 oktober 2021, 30 jaar, 250 SRD. En namens het bedrijf GT Wireless in New York, Amerika, van de heer Neil Ganesh, Kamala Jadram en Priya Khedu. Dit is een enveloppe met 200 SAD en dit is speciaal om broodbeleg te kopen voor de start van het nieuwjaar. U krijgt een tas met
verse groenten en fruit van marktmeester Gautam Dhanai en wat standhouders van de Centrale Markt, omdat hij begreep hoe belangrijk het is om in deze periode verse groenten en fruit te eten. Meneer Dinesh Isri en mevrouw Priya Isri Basdeel, die 250 heeft gegeven, die heeft ook een zakreis van 10 kilo meegestuurd. Mevrouw Carmelita, wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Aan degene die dit schoolpakket heeft meegegeven. Ja, mevrouw Corine Donawi. Corine Donawi, zou ik zeggen, heel hartelijk bedankt. En mijn zoon is naar de derde gegaan, derde Milo. Ja. En hij zal zijn best doen. Hij zal, en heeft beloofd dat hij altijd zijn best zal doen en hij heeft het ook bewezen. Okay. Ja, dat hij is ook elke jaar overgegaan en hij is nog niet blijven zitten. Ik hoop dat hij de Milo zal afmaken en verder zal studeren. Ja, ja. Ja. En aan degenen die dit donatie heeft gegeven, namelijk meneer Dinesh Isri, afgestudeerd, zou ik zeggen, gefeliciteerd. Ja, dat en rijst. En ook de zakrijst dat ik ook heb gekregen. Mevrouw Priya Isri Basdeel, die jarig was geweest, 6 oktober. Alsnog gefeliciteerd met uw jaardag en nog vele gezonde jaren na deze. De verse groenten die ik ook heb gekregen. Namelijk van wie? Meneer Gautam Dhanai. Hij is marktmeester van de Centrale Markt. Meneer Dhanai. Dhanai. En de overige markthouders. Zou ik zeggen, heel hartelijk bedankt voor de groenten en de fruit die is gegeven. Ik zal echt goed gebruik maken daarvan. Ja. Dank u wel. Heel dank. Ja. Mevrouw Pronk, u bent de moeder van mevrouw Muriel, hè? En mevrouw Muriel die heeft ons gevraagd of wij haar konden helpen aan wat schoolbenodigdheden voor haar 5 schoolgaande kinderen. 2 op de MULO en 3 op de lagere school. En daaraan hebben wij dus invulling gegeven, omdat wij de situatie toch kennen van uw dochter. Ze is alleenstaand met haar 5 kinderen. Zo krijgt ze dus van meneer Haroon Karamat uit Suriname, mevrouw S. Starke van Stichting De Kinderhand en ook nog mevrouw Hilda Pinas uit Nederland en mevrouw Rosita uit Amerika. Die hebben allemaal mogelijk gemaakt dat wij dit schoolpakkettenproject kunnen uitvoeren. Dankzij hun donaties hebben wij dit kunnen doen. Uw dochter krijgt er dus 5 goed gevulde schooltassen met schoolspullen. En verder krijgt uw dochter deze 2 tassen. Dat is dan de Fila-tas voor de kleuter. En de Adidas zwarte tas met schoolspullen, dat is van mevrouw Corine Tunawi van de Quata. Zij heeft dat dus gedoneerd, mevrouw Corine Tunawi. U krijgt 2 enveloppes van eenzelfde donateur, omdat dit bestemd is om broodbeleg te kopen. En ze heeft 5 schoolgaande kinderen. Dus het bedrijf GT Wireless uit New York, Amerika, van de heer Neil Ganesh, Kamla Jadram en Priya Kedu. Eerste enveloppe met 200. En dit is dan de tweede enveloppe met 200 om broodbeleg ermee te kopen voor mevrouw Muriel Pronk voor haar kinderen. En namens de heer Lakshmi Rambali uit Den Haag, Nederland. Ja, Lakshmi Rambali uit Den Haag, Nederland. Een enveloppe met 1000 SAD. Alsjeblieft, wilt u wat zeggen aan de donateurs? Wat hartelijk bedankt met die pakket van Muriel. Ja. Heel hartelijk bedankt. Okay. Ja. Zeg aan mevrouw Muriel dat zij vooral de kinderen moet zeggen dat ze heel hard hun best moeten doen. Ik ben 2 donateurs vergeten. U hebt groenten en fruit voor mevrouw Muriel. Dat is van marktmeester Gautam Dhanai. En u hebt ook nog verder een pak kippenboot. Dat is dan van Jules van Groep. De heer Dhanai en Jules van Groep. Ja? Oké. Okay. Ik wil helpen. Jawel.
want ze was niet zo beet. Ze is ook niet aan het werk. Ja, ja. Ja. Nee, is goed dan. Dank u wel. Ja, dank u wel. Mevrouw Marlene Smit, goedendag. Wij komen bij u met de complimenten van Mark Meester, Gautam Dhanai. Van hem krijgt u deze tas met verse groenten en fruit voor u en uw gezin. De heer Dhanai die begrijpt dat we vooral in deze periode de nodige vitamintjes binnen moeten krijgen. Dus dit is namens hem. De zak rijst, dat krijgt u namens... Ja, dat is hier. Dat is namens de heer meester Dinesh Isri. De heer Dinesh Isri. Hij is afgestudeerd op 27 september op PTC. En mevrouw Priya Isri Basdeel, die is op 6 oktober 30 jaar geworden. Ze geven aan u een zak rijst van 10 kilo. En ook nog een enveloppe met 250 SRD, alstublieft. U krijgt verder van een bedrijf uit Amerika, New York, GT Wireless. De directeur is meneer Neil Ganesh, Kamala Jadram en Priya Kedu. Dit is een bedrag van 200 SRD en dit is speciaal om broodbeleg te kopen voor de schoolgaande kinderen, alstublieft. En aan gezin Marlene Smit van mevrouw Carmelita Chonatai uit Amstelveen, Nederland. Carmelita Chonatai uit Amstelveen, Nederland. Josta Tuinvoort uit Amsterdam, Nederland. Zij hebben voor u samen €50 gestuurd, alstublieft. U krijgt verder van mevrouw Corine Tonawi uit Quetta. Corine Tonawi uit Quetta krijgt u deze twee tassen. Hè? Dat is dan de Nike-tas, de blauwe. En deze zwarte Nike-tas krijgt u dan ook van mevrouw Corine Tonawi. En zij wenst uw kleinkinderen het allerbeste voor het nieuwe schooljaar. Deze, oh nee, pardon hoor. Dit is ook van mevrouw Corine Tonawi. Dus deze hier. Ja, en deze, dus drie tassen. Aan uw gezin, dat komt van mevrouw Corine Tonawi uit Quetta. En deze tas hier en de andere daar, dat krijgt u dan namens een aantal donateurs die dat mogelijk hebben gemaakt. De heer Haroon Karamat uit Suriname, mevrouw S. Starke uit Nederland. Zij is voorzitter van de Stichting De Kinderhand. En verder mevrouw Hilda Pinas uit Nederland en mevrouw Rosita J. uit USA. Dankzij hun donatie hebben wij dan een aantal Surinaamse kinderen een goed gevulde tas kunnen geven met schoolspullen, maar ook kafpapier, tassen, noem maar op. Zodat ze het nieuwe schooljaar vol frisse moed wil kunnen starten. Aantal donateurs, mevrouw Smit, wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Ja, ik wil alle donateurs bedanken. Voor wat ze hebben gestuurd. Ja, is hartelijk dank hoor. Ja, ja. God gaat hun allemaal zegenen. En u wordt ook hartelijk dank. En deze meneer ook. Dus u wordt bedankt. Ja. Ja. De donateurs hebben maar slechts één ding gevraagd. En dat is dat de kinderen vooral heel hard hun best doen op school. Dat is het enige wat ze vragen aan de kinderen. Dat ze gewoon zich blijven inzetten. En dat ze hard hun best doen, ja? Is goed. Dus dat jullie de boodschap als tante en ook als oma, dat jullie dat meegeven aan al deze 5 kinderen. Ja, is goed. Ik beloof niet, maar we zullen ons best doen. En we blijven op de Heer vertrouwen en bidden. Zodat ze hun best ook op school kunnen doen en zo. Ja. Dank u wel. Ja. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yippide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Onze dank gaat uit naar Jules van Groep aan de Quetta, die kippenbout heeft gedoneerd, marktmeester Gautam Dhanai en standhouders van de Centrale Markt die groenten en fruit hebben gedoneerd. Mevrouw Corine Tonawi van de Quetta, die schoolpakketten, schoolspullen, tassen heeft gedoneerd. Onze dank aan mevrouw Corine Tonawi. En TBN Yippide
die heeft haar eigen schoolpakkettenproject uitgevoerd. En dat dankzij de heer Haroon Karamet uit Suriname, Stichting De Kinderhand van mevrouw S. Starke uit Nederland. En de Stichting De Kinderhand, die laat dan de volgende personen, organisaties en bedrijven bedanken. Albert Heijn, Middenhoven in Amstelveen. Albert Heijn, Westwijk, Amstelveen. Vomar, Westwijk in Amstelveen. Ton van Genderen, Stoffenzaak in Weeps. Import-exportbedrijf Edgard Blokland. Onze dank gaat verder uit aan mevrouw Hilda Pinas, die ook haar bijdrage heeft geleverd. En mevrouw Rosita J. uit Amerika. Dankzij u allen hebben wij onze schoolpakkettenproject kunnen uitvoeren. Verder gaat onze dank uit naar alle overige donateurs die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd. We blijven het zeggen, zonder uw donatie, zonder uw bijdrage, zonder uw hulp kunnen wij dit allemaal niet doen. Vandaar dat onze dank dan ook heel erg groot is. De telefoonnummers waarop u ons kunt contacten, dat krijgt u allemaal in beeld. Of u kunt er persoonlijk langslopen aan de Kokobiakoweg nummer 48. Verder onze bankrekeningnummers, euro, US dollar en SRD, dat krijgt u ook allemaal in beeld. En alle personen, organisaties, instanties die reeds gebruik hebben gemaakt van onze valutarekeningen, SRD-rekening, om uw bijdrage te doen. Onze dank is heel erg groot. Ik ben Ganesh Vijay. Ik groet u ook namens cameraman Raj Mahango, Sunny Rambali voor de editing. Graag tot de volgende keer.